Transportminister Albert Jubitana zegt dat hij ten aanzien van de perikelen rond de directie bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM het onderzoek van het Openbaar Ministerie afwacht. De minister sprak journalisten woensdag kort voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Jubitana merkt op nu niet diepgaand op zaken te willen ingaan. Op dit moment het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat hij onderzoek doet. Ik denk dat het Openbaar Ministerie daartoe in de gelegenheid kan stellen. En zeker wat betreft de situaties dat wij de passagiers op dit moment ook moeten geruststellen. Dat de operations, dat wij dat hebben besproken. En voor zover nu de volgorde is dat wij nu binnen de RVM en de regeringsraad zaken verder bespreken. Ik denk dat ik het daarop hou met betrekking tot SLM. Dus stelt u de regering in de gelegenheid om verder daarop diepgaand in te gaan en te discussiëren hoe verder, welke zaken prioriteit genieten. En daar zullen we dan op een later moment zeker met een statement komen. Dank u wel. De regering is nog niet ingegaan op het ontslag van de voormalige directeur en de recente geruchten rond deze kwestie. De vliegmaatschappij zegt in een vanmiddag uit te geven communiqué dat ondanks de huidige ontwikkelingen zij wenst te benadrukken dat de vluchtuitvoering naar de verschillende bestemmingen is gegarandeerd. Het vliegschema wordt volgens planning uitgevoerd.